wil jullie allen uitdagen om daar samen met ons over mee te denken. Nou, wie wil? Naar aanleiding van. Wout. Nou, ik wil graag melding maken van het meerjarig onderzoek naar dijkovergangen. Wat loopt vanuit Waterstaat op Deltares doet en wat we samen met Stowa Waterschappen ingezet hebben. Ik geloof dat het ergens aan de Boonweg van het Wetterskip is. Daar zijn in het recente verleden een aantal overgangsconstructies aangebracht. Die groeien niet door en die worden geloof ik volgend jaar beproefd. Dus het is in ieder geval daar gebeurd, dus ook het een en ander. En als meerjarig? Ja, meerjarig met name omdat zeg maar, bij die overgangsconstructies het herstel, het terugplaatsen van de grasmat en zo een aantal jaren vergt. Maar dus als het goed is, gaat de golfoverslaggenerator daar volgend jaar of het jaar nog op de naartoe. Oké. Dankjewel voor deze leuke presentatie. Als ingenieurs en wetenschappers kijken we altijd heel erg vaak van oké, wat is nou technisch haalbaar? Wat is nou acceptabel? Maar is er misschien ook niet interessant, ook een vraag voor iedereen, van moeten we niet eens een keer kijken, wat is nou voor de gemeenschap acceptabel? Als je een dijk ontwerpt waarbij je een overslaggebied van 150 of 200 liter per meter per seconde toe gaat staan, omdat je hem zo ontworpen hebt. Vinden die bewoners achter die dijk dat nog acceptabel dat je zoiets bouwt? Of zeggen die op een gegeven moment van, nou, als ik ga er liever niet achter wonen, want zoveel vertrouwen heb ik niet. Of moeten we daar ook niet eens een keer naar gaan kijken? Hè? Of is er al naar gekeken? Naar, ik vind dat wel een goed punt. En dat is eigenlijk wel de vergelijking, want die vraag komt best wel vaak. En de vergelijking is altijd het mooiste te maken met het ontwerpen van de vloer in je eigen woning. Kijk, daar worden verschillende eisen aan gesteld. En de eerste is namelijk dat die sterk genoeg moet zijn. Dus dan krijgt hij een bepaalde dikte. En de andere is dat hij ook voor jou veilig aanvoelt en comfortabel is. En dat betekent dat er naar doorbuiging wordt gekeken. Dus dat hij niet te ver mag doorbuigen. Dan komt er ook een bepaalde dikte en sterkte uit. En vaak is bij onze vloeren in onze woningen is de doorbuigingseisen sterker. Dus dat noemen we in het bouwbesluit heet dat dat je naar een bruikbaarheidsgrenzenstand, de doorbuiging, kijkt. Maar ook naar de uiterste grenzenstand, dat die echt doorbreekt. En eigenlijk, en dat gebeurt ook al, zou je bij waterkering ook op die manier willen kijken. Dus je hebt die 200 liter ijs is een soort uiterste grenzenstand, dan gaat die echt door. Maar daarnaast heb je ook andere eisen. De beheersbaarheidseis vanuit een waterschap, ik verzin maar even een term. Maar ook het gevoel van veiligheid kan een rol spelen. Dus als je zegt van nou, eens in de zoveel jaar mag er niet meer dan zoveel water overheen. Want dan, als dat gebeurt, dan voelen mensen zich onveilig. Nou, dat is een hele legitieme eis om daar een eis aan te stellen. Alleen betekent dat dan dat je ook eens in de 30.000 jaar, dus die extreme norm die je hebt gesteld, dat je dan zegt, ja, er mag geen druppel overheen, want dan voelen de mensen zich onveilig. Ja, dan vind ik dat je aan het marchanderen bent met de norm. Hè. Dus je moet daar wel de juiste eisen met de juiste betrouwbaarheid bij stellen. Ben ik het dan mee eens, ja. Mag ik een vraag? De Delta-commissaris heeft normen geformuleerd voor de rivierdijken. Ergens in 2015 was dat, denk ik. U presenteert keurig nieuwe berekeningsmethoden, gebaseerd op de faalmechanismen. Is er nou iemand in Nederland die een beeld heeft hoe groot de rivierdijken worden als we dit echt gaan doen? Heb jij weer? Ik wil het wel, Michael. Nee. We weten wel dat er dat die nieuwe normen zijn, maar volgens mij, het enige wat ik weet is dat in het rivierengebied de dijken veel versterkt moeten worden op basis van die nieuwe normeringen. En ik weet eigenlijk niet zo goed in welke fase van het uitvoeringsproces, het ontwerpproces, dat zit, maar ze zijn wel hoog geprioriteerd, weet ik. Ja, dat klopt inderdaad. In het rivierengebied gaat het met name om de breedte tegen piping. Het is niet alleen de breedte, je had alleen
alleen maar overstroming. Ja. De traditionele berekeningsmethode. Overigens was het plus een meter wat we altijd deden, niet een halve meter. Maar dat verschilde, dat lag eraan welke dijk. Ja, oké. Okay. Maar dat is een detail. Maar je gaat niet uit van één mechanisme, zijn de overstroming, maar je gaat uit van faalmechanisme, wat wij hebben verteld. Ja. Dus je hebt niet één kans dat het fout gaat, maar je hebt er ongeveer zes. Plus dat de norm van 1 op 1250 verhoogd wordt naar 1 op 10.000 tot 1 op 100.000 toe voor sommige plekken. Ja. Nou, ik heb al verschillende mensen gevraagd, wat betekent dat nou voor de afmetingen van de dijken? En daar krijg ik eigenlijk geen goed antwoord op. Nou ja, het zal logisch zijn dat de dijken groter worden, hè, en hoger en breder. Ik bedoel, dat lijkt me evident. Maar juist dit soort, het laatste verhaal, hè, dus dat je ook meer toestaat, dat zorgt er wel weer voor dat ze ook weer lager kunnen worden. Hè, dus voor een deel heft dat elkaar op en dat kan zelfs zo zijn dat het inderdaad elkaar helemaal opheft. Maar in algemene zin, en zeker als je dan ook nog een dijk gaat ontwerpen wat voor 50 jaar, hè, die 50 jaar mee moet, ja, dan moet daar soms een meter bovenop. En met name, ik ben zelf betrokken geweest bij Waterschap Limburg. En daar zie je dat de opgave echt enorm is. Die wordt af en toe geframed als van ja, het is een nieuwe norm, dus er moet veel gebeuren. Dat is in dit geval niet heel terecht, want daar zie je eigenlijk dat daar ook echt een inhaalslag moet worden gemaakt met het veiligheidsniveau. Dus je, nou ja, er zijn daar noodkaden aangelegd en de niveau ligt nu zo'n beetje op een 50ste. Ja, en het is de bedoeling om naar een 250ste of naar een 300ste te gaan. Dus dan is het meer het veiligheidsniveau opkrikken. Maar in algemene zin betekent het wel een verzwaring, inderdaad. Ja, de waterschappen zijn nu eigenlijk volop bezig ook om het in kaart te brengen van wat de norm dat betekent ook voor de dijken. Dus de opgave wordt de komende jaren zichtbaar. En dat is ja, werk en uitvoering, zeg maar. Ja. Aanvulling en dan komen we bij u. Wat er natuurlijk wel speelt is als dadelijk de rivieren helemaal vol staan en er komt er nog eens een keer een storm overheen. Daar weten we weinig vanaf. En we zijn dus ook via datzelfde programma, maar dan een ander project, de Quick Reaction Force, zijn we ook bezig om een beetje grip te krijgen op de golf, op rivieren bij een beetje hoogwater. We hebben natuurlijk een mooie storm gehad in januari. Daar is wel wat gedaan. Maar het is eigenlijk nog erg in de kinderschoenen hoe dat nou met die golven op de rivieren zit. En hoe dus ook met name die doordringing is over de uiterwaarden heen. Dus ja, het is eigenlijk een vrij onbekend terrein. Het wordt inderdaad, moet nu ineens meegenomen worden. Omdat je dus aan de andere kant ook de zaken aan het uitkleden bent. Ja, deels mee eens. Maar eigenlijk was het natuurlijk al wel zo dat we de golven op de rivier in principe altijd meenamen. Ik bedoel, we namen netjes altijd, met Brett Schneider rekenen we netjes de golven op. Of mee en namen die mee in de berekening. Dus dat gebeurde wel. Ik ben het wel met je eens dat daar misschien in mijn ogen met name nog wat conservatisme zit. Omdat je met begroeide uiterwaarden en met haventjes en noem maar op hebt te maken hebt voordat die golf echt bij de dijk is. Dus dat, Ja, met name vanuit beheerdersperspectief. Want wanneer wordt het nou het meest spannend? Wanneer de kering daadwerkelijk tegen het maximale belast wordt. De kans dat je dan ook daadwerkelijk je noodmaatregelen moet gaan treffen, vanwege erosie binnen talud en weet ik veel wat. Maar op het moment dat je 200 liter... per meter per seconde eroverheen staat, kun je niet eens veilig meer werken. Met andere woorden, we zitten theoretisch fantastische dingen uit te rekenen, maar we moeten ons ook met name realiseren waar zit die knip dat we nog veilig noodmaatregelen kunnen nemen om bezwijken van de kering tegen te gaan. En ik denk dat het heel verstandig is om in allerlei onderzoeksprojecten, zeker waar we het hebben over het stromen van water, dat we daar meer aandacht aan besteden. Want waar we vergeten, we praten hier over stroomsnelheden, dat als ik tot mijn enkels erin sta en het kolkt rond mijn voeten, ga ik onderuit, dus ik kan niet eens meer werken.
Hele terechte opmerking, denk ik. Maar dit is heel vergelijkbaar met wat Miron ook vroeg. Hè, met dus dat is de afweging tussen wat is nou je ultieme faalstaat van je dijk ten opzichte van de andere criteria die er zijn. Hè, vinden de bewoners daarachter het leuk? Maar voor hetzelfde geld, hè, voor de beheerders, hè, kunnen die het nog wel uitvoeren? En in een van die onderzoeksprojecten die ik noemde, hè, dat All-Risk-programma wat op dit moment loopt, hè, wordt daar ook expliciet naar gekeken. Van hoe moet je nou omgaan met die twee verschillende normeringen? Hè? Aan de ene kant de ultieme faalstaat ten opzichte van de andere, hè, de gebruiksfaalstaat. Welke van die twee is maatgevend en hoe moet je die meenemen in je ontwerp van je dijk? Ja, dus ik kan me voorstellen dat het voor verschillende locaties, hè, en verschillende gebiedssituaties, hè, is dat verschillend, welke van die twee maatgevend zijn. Er zijn vast locaties waar je 200 liter hè, zou mogen toestaan. Terwijl voor een andere locatie waarbij de dijk het misschien aan kan, zeg je nee, dit is, hè, hier moeten noodmaatregelen kunnen gebeuren. Hè, we kiezen een andere norm. Zou je daarin de proefopstelling zoals we die dan straks hebben bij de Prosperpolder ook iets in de proef mee kunnen? Zou je dat kunnen beproeven wat nou een werkbare norm is nog? Ja, nou ja, er zijn wel proeven gedaan dat mensen in de deltagoot golf overslag te verwerken kregen. En wanneer ze dat volhielden en wanneer ze omgingen. Volgens mij zijn daar ook nog filmopnames van. Dus dat is wel gedaan. Nee, ik ben het helemaal eens, hè, maar in die zin verandert er ook weer niet heel veel met de praktijk zoals die was. Want tijdens een hoog water, en als je de volumeknop maar verder opendraait, ja, dat begint een keer bij dat er water tegen de dijk staat en dat gaat verder. En op een gegeven moment, als het ook nog hard waait, dan gaat de golf eroverheen. Dat wordt steeds erger. Er is gewoon een moment, en dat is moment ligt voor het moment dat de dijk daadwerkelijk faalt, is dat je als beheerorganisatie gewoon niet meer op de dijk kan. Alleen wat ik probeerde te zeggen, ook met name op het antwoord van Miron en wat George net ook aangaf, is dat we dat wat meer uit elkaar trekken. Dus dat we en kijken naar die extreme situatie dat de dijk doorgaat, en kijken naar die situatie dat je toch nog op de dijk wil. En dat je daar ook als beheerorganisatie dus echt over na moet denken van ja, tot op welk niveau is dat dan? En wanneer ga je nu alarm slaan omdat de dijk doorgaat, terwijl je op dat moment geen informatie meer krijgt, omdat er zoveel water overheen gaat. Want daar stappen jullie gewoon overheen. Ja, maar wat is dan in die situatie die jij beschrijft, wat is het verschil met 5 jaar geleden? Wat het grote verschil is met 5 jaar... Wat het grote verschil is met 5 jaar geleden, is enerzijds, ja, we stappen naar een andere norm toe, maar uiteindelijk, je verantwoordelijkheid als beheerder over het in controle zijn van je kering en weten wanneer die gewoon zijn werk doet, wanneer die tegen de randjes aanloopt en wanneer gaat die of is die aan het falen en moet ik via de veiligheidsregio gaan opschalen voor evacuatie en dat soort dingen. Dat zijn nou net de dingen waarbij je als beheerder volop aan de bak bent. En in die situaties wil je controle hebben. Op het moment dat je daar concessies doet in het ontwerp, is de kans heel erg groot dat je vroeger of later een keer een verkeerde beslissing gaat nemen, omdat je niet over de juiste informatie beschikt, omdat die inspecteur niet op de dijk kan. Ik denk dat het zo is dat dit wordt nu expliciet. Hè? Dus daarom komt dit probleem nu op tafel. Maar het probleem was er 5 jaar geleden ook. Want als jij toen een dijk langs zee had, hè, de Petermezeewering bijvoorbeeld, en je wilde toen weten van dicht op het moment van falen van nou, nu wordt het echt spannend, kon je daar ook niet op. Want er was het windkracht 10, windkracht 11. Ik bedoel, dan had je die situatie, die extreme situatie is niet veranderd 5 jaar geleden ten opzichte van nu. Dus er is gewoon een moment dicht bij falen waarop jij als beheerorganisatie gewoon niet die dijk op kan. Dat is niet een normeringskwestie, maar dat is gewoon een fysiek verhaal. Nou, dat klopt helemaal wat je zegt. En je zag het toen ook, toen we de houtripdijk bekeken volgens de nieuwe normering.
En toen liep je daar keihard tegenaan, want volgens de waterveiligheid hoefde de houtripdijk kon een bres van 200-300 meter hebben. En hij functioneerde nog steeds als bescherming voor de achterliggende kering. Maar voor, als beheerder van de dijk zat je dus wel met een bres van 200-300 meter. En in dit extreme voorbeeld komt eigenlijk dat uiting dat dus met die nieuwe normering er ineens behoefte is ook een norm voor het beheer. En dat is, zit hier de hele tijd onder. En daar zit natuurlijk ook een centenkwestie onder. Want als je hem voor waterveiligheid opknapt, nou dan ga je zeg maar tot aan die bres. Hè? En terwijl als je hem voor beheer opknapt, dan ga je voor de instandhouding. Terwijl in de oude normering had je dat onderscheid niet. Nee, dus vandaar dat je vanuit beheer ook dit soort noties krijgt. Hè? Dat is en zeg maar een stukje inzicht. Dat je ineens naar een andere situatie voorbereid moet zijn. We doen ook heel veel aan beheermaatregelen, noodmaatregelen en dat soort van zaken. Maar ook dat het dus kan zijn dat jij als beheerder dus een steviger dijk wil hebben, om het maar even simpel te zeggen, dan je vanuit de norm verplicht bent te doen. Maar dat is bedoeld. Maar dan komt dus ineens de financiering langs zetten. Ja. En dat maakt het weer een beetje vervelend. Ja, dat maakt het vervelend, maar wel feitelijk wel heel inzichtelijk. Hè? En het is ook niet gezegd dat op het moment dat jij een nieuwe dijk bouwt en jij stelt daar bepaalde eisen uit aan vanuit beheer, dat je die niet vanuit de dijkrekening betaald zou krijgen. Volgens mij is dat nooit gezegd. Ja, maar dat is volgens mij, heb je dan wel de goede discussie. Ja. Nou, goede discussie hebben we zeker. Ik heb alleen tijd tekort. Dus ik stel voor dat we nog één laatste vraag doen hierover. Maar dat we ook gewoon het hierna, als we elkaar treffen bij de borrel, nog even gebruiken om dit soort dingen nog eventjes met elkaar door te spreken. Want dat is hartstikke waardevol. Zal ik u het woord geven als uitsmijter? Toch is dat denk ik een beetje waar jij je door in de steek gelaten voelt. Is dat wij nu erg veel onderzoek plegen richting die sterkte-eis, die maximale sterkte-eis. En je komt net zelf met het voorbeeld van die doorbuiging, wat echt een perfect voorbeeld. En eigenlijk wil je daar meer op hebben. Hè? Want alle projecten die wij doen, hè, ik werk voor ingenieursbureau. En we haken al af bij 5 à 10 liter per seconde liter overslag, dat weet jij ook. En dat betekent dat een getal van 50, 60, ja, leuk om er onderzoek naar te doen. Goed om er onderzoek naar te doen, maar het helpt jou niet. Nou, kijk, sorry. We hebben nog één klein pleidooi bij. Dat is dat wij haken ergens af bij dat gras, dat vertrouwen daarin. En we hadden net meneer Ter Braak van de Bomenwacht. Dat is iemand die gelooft in bomen. Ik zou hier meer onder samenwerking met Wageningen zoeken. Die geloven in gras en wortels en de kracht daarvan. Ja. Nou, kort even op dat laatste ingaan, want dat vind ik wel leuk. Ik heb net als Wouter Vries ook bij Infram gewerkt en Jentje van der Meer daar, die is met die overslagproeven gekomen. Ik heb ook een paar keer op de knop mogen drukken bij een van die eerste proeven. En wat mij opviel is inderdaad dat een grasmat, die krijgt een paar keer zo'n laag water eroverheen. En dan komen de wortels komen heel ietsje los en dan gaat die plat liggen. En dan wordt die grasmat zo strak als een biljartlaken. En dan kan er overheen gaat, maar er gebeurt echt helemaal niks met die grasmat. Ik bedoel, het water kan het gewoon niet aangrijpen. Tenzij je ergens een konijnenhol hebt, en dan is het toch weer link. Oké, dat is een mooie oproep. Ja, ik had Wouter Vries in de zaal. Ja. Je ziet dat er ook nu druk van buitenaf komt om toch deze discussie even op te schorten. Bedankt voor de medewerking en voor de mensen die nog even door willen. We gaan hier nog een sessie hebben over bresproeven en grootschalige proeven. Bedankt voor de aandacht.